Goedemorgen, we zijn in Hilversum. Wij gaan even samen freerunnen. Bo en Mees kunnen er niet bij zijn, want die hebben wat anders te doen. Maar we gaan met z'n tweeën en we gaan even de basic trainings doen. Ja. En ik zie daar een muurtje en we gaan hem proberen te springen. Let's go! Deze is, even kijken. 1 voet, 2 voet, 3 voet, 4 voet, 5 voet, 6 voet, 7 voet, 8 voet. 8,5 voet. En daar zit ijs, dus dat is eng. IJs. Lekker, Boas. Ik vond hem mooi. Hier achter mij zit een 10 voet jump, dus dat is 3,30 meter uit mijn hoofd als het goed is. En ik ga hem even proberen te springen. Ik ga de camera gewoon hier neerzetten, want ik ga waarschijnlijk hem heel vaak inlopen voordat ik hem doe. Hopelijk valt hij niet in het ijs. Hallo. En nu wil ik hem stikken. Nee. Nee, ik durf hem te stikken. Ik ga niet weg voordat ik hem stik. Nee. Doe wat? Nee. Nee. Ja. Happy. Ik ga nu proberen uit stand te springen. Kan denk ik niet, want ik kan duik maar met 1 stap. Maar oké, we gaan het doen. Oh. Ik had hem wel. Oh. Ah, nee. Hij trapt hier even dwars door het ijs heen. Ah, koud. Ja, gek hè, koud, ijs. Gooi hem op de grond. Nee, op het ijs. Door de midden. Lekker koud. Backflip. Flipcheck. 5, 4, 3, 2, netjes. Kak! Wat was het? De broekvies. Ah, mij toch. Nu zit er water op je broek, dat droogt nooit meer op. Nee. Ik vind het eng. Holy shit, dat was 10,5 voet. Ik durfde echt wel ik het zei, maar wow! Ziek! 10,5? Nee, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 en een beetje. Dat is 3 meter 35 ongeveer. Haha! Wauw! Rutger gaat een spectaculair sideflipje doen. Dat was een Webster siteje. Oké, okay, film is, ik wil ook sideflip doen, maar ik kan het echt niet. Als ik dood ga, is het jouw schuld. Hè? Ja, is goed, je kan hem wel. Ik durf het niet, ouwe. Ik ga hem even daar in de bosjes doen. In de bosjes. Boas houdt heel erg van bosjes, dus vandaar. De bosjes, waar wil hij nou heen gaan, man? Gekke kerel is het ook. Nou, oké, okay, in de bosjes. Komt hij aan. Zie je, hij landt prima. Ja, die was wat minder. Maar je landt wel, dus. Het is zo raar, als ik hem naar gras doe, kan ik hem gewoon inzetten. En als ik hem gewoon wil doen, dan voel ik het gewoon niet. Dat is raar, dat is inderdaad raar. Oké, die vond ik best wel ziek. Ja, maar dat is niet lastig. Nee, precies. Zijn is wel lastig. Precies, ik kan het andersom. Ja, ik vond het de hele tijd. Ja, is goed. Zou ik eens Webster flat doen? Doe eens. Zie er goed uit. Ziek. My fucking mind is... Stikken. Ziek. Doe hem nu eens gewoon flat. Nice. Boas zegt dat hij makkelijk vindt om een trap te flippen. Dus nou ja, dat gaat hij doen. Ja. Ik ben zeker klaar. Oké, hij kan het ook wel best wel ziek. Kijk deze, kijk deze. Kapot ziek al, hè? Fucking lijf. Wauw. Motor gaat weg. Ik kwam dus laatst achter dat ik wallflip nog nooit buiten had gedaan. Dus I'm gonna do that now. Wauw. Auw, die was te ver. Lekker, Boas. En
stik. Stik, hoor joh. Dat is eng. Lekker, nu heb je er vanaf of sideflip of iets. Backflip mag ook. Echt, hij doet. Doe iets cools, doe iets cools. Lekker. Weer met je voet in de put, echt. Ja, op de put erheen, in de put terug. En nu wil de put. En nu Webster door. Je moet die pre-Webster door, ja? Probeer maar. Nee, jij. Lekker, jongen. Wow, ik bleef echt in die blaadjes hangen. Lekker. Hij was niet smooth, maar... Ja, maar wel mooi. Ja, Rutger durft het niet, dus hij gaat nu voor het eerst doen in zijn leven. Lekker! Yes! Oké, nu ga ik hem uit een rondje doen, uit een run. Ja, ja, ja. 1, go. Lekker, jongen. Yo! You did well, mate. You did well. Wee! Backflip. Lekker, G! Lekker. Goeie dingen, G! Ja, ik was klaar. Oké, let's go to the next spot. Ja, als... next spot, kom we gaan. Ga je niet dood? Nou, we zien wel, maakt niet uit. Zonder bal is ik ook kunnen, ja. Doe hem. Oh, die was wel laag, man. Wel ziek. Nog een keer. Raindrop. Drop top, drop top, smoking, no cook in the hot box. Je wil zeggen dat die beter was? Nee, die eerste was wel beter. Ik doe het niet meer, mijn voet doet pijn. It's de glijbaan. Very goed geglijd. Oké, nou jump it. Oh, is eng. Ah. Goeie stick, man. Yes, lekker. Ha, gek. Oh, schoenen. Ouwe. Zijn schoenen in de boom. Jij leert. Hey. Schoenen. Ik zie schoenen. Ja, maar weet je wat het was? Ik help je ook gewoon hier omhoog. Hou je bek, man! Sven gaat filmen. Kst. Kst. Ondandra. We need a new spot, man. Yes, man. Al je man zoeking naar een nieuwe spot. Very goed. Rutger, ons aapje. Doe het, jongen. Yes! Wauw. Wat mooi. Wauw. We zijn in de winkel, want we hebben dorst. Want... we hebben al de hele dag getraind en nu zijn we moe, dus drinken, eten. Kijk hoe rare Fanta's ze hier hebben. Grape, pineapple, mango. Wat is deze? Strawberry. Oh, strawberry. Apple. Exotic. Ik wil deze. Ik wil die appel. Ook wel. Ik wil deze twee proberen. Ik weet echt niet wat het is. Het is heel gek. Eerste appel. Dit is appel Fanta. Fucking raar. Nee, ik vind het niet lekker. Ja, ik weet nou niet of ik het vies vind of dat ik het niet vies vind. Hetzelfde, maar ik werd gewoon niet gewend. Oké, next one. Yeah. Oh, deze is best wel lekker, hè? Moet je deze proeven? Daar komt ie. Exotic. Kijk deze bottle flip met een half polis. Tada! Oké, het is ineens donker, want we gingen net naar de winkel en toen duurde het 10 minuten. Het was ineens donker. Maar we hebben hier een challenge met een muurtje, zeg maar, dat je de hele tijd van muurtje naar muurtje naar muurtje. En op het laatste muurtje stik je hem, dus ga je stilstaan. Rutger, demonstrate it for us, please. Yes, of course. Hij was niet helemaal in focus. Heel netjes. Wauw. Zieke dingen. Wauw. Oh. Ziek. Het is donker, dan is het echt lastig. Kapot ziek, ouwe. Okay. Je neemt echt fucking mooi hier. Oké, ik loop nu naar huis. Ik heb net echt heerlijk getraind. We hebben echt weer een lekkere sessie gehad. Het is eindelijk weer niet te koud om gewoon lekker te kunnen trainen buiten. Dus er komen meer van deze buitentrainvlogs aan. Voor de rest, ja, vergeet even weer niet te liken, abonneren en zo. Kunnen we de 300 likes halen? We krijgen echt vet weinig likes voor hoeveel views we krijgen. Dus als we 300 likes kunnen halen, zou dat helemaal top zijn. Het is nu echt heel donker. Dus ik zeg maar doei. Later!